Zondagmiddag in Dieppe. Kort voordat we vertrekken naar voor de lange etappe naar Pleineuf-Saint-André. Val-André. Naast me Mauk Tjilanus, Genua Trimmer. Mauk, wat is het bijzondere aan deze race? Dit is de eerste 200 mijl etappe. Dus er zijn er twee van 200 mijl en die zijn vlak achter elkaar. En dat zijn twee lange en we hebben dit stuk een aantal keer eerder gevaren. Maar meestal was het dan maar een stuk van 120 mijl, denk ik. En nu hebben ze er 200 van gemaakt, dus dat wordt een lange slag. En daarbij wordt het heel veel aan de wind, dus dat gaat ook nog lang duren. Ja, je hebt inmiddels het weerbericht natuurlijk bestudeerd. Het waait goed, lijkt het, maar uit de verkeerde richting. Ja, er staat nu in ieder geval wind, dus dat is prettig. En er komt vannacht waarschijnlijk een front over, dus dan blijft het waaien, dus dat is in ieder geval prettig. Het wordt wel veel aan de wind, dus het gaat de tijd duren. Maar na het front kan je waarschijnlijk wat ruimte in de schoten gaan geven. Ja, als we om Cherbourg heen zijn, dan wordt het een reach waarschijnlijk. Het zal nooit echt downwind worden, maar dan komt er wel wat ruimte in. En dan gaan de mijlen ook wat sneller tikken, dus dat is wel prettig. Bijzonder aan dit stuk is de enorme sterke stroom. Op dit stuk van het kanaal zijn de stromen eigenlijk het sterkste van heel Europa. Denk je dat een bepaalde rol gaat spelen in de tactiek? Ja, je kan hangt er vanaf waar je in het veld ligt. En de stroom kan ervoor zorgen dat het veld of gigantisch wordt uitgerekt of weer bij elkaar wordt geduwd. Bij vlak voorbij Cherbourg, bij Cap de la Havre, daar staat een vuurtoren waar je omheen moet. En daar kan het zomaar 9 knopen stromen als je daar op het goede moment heb je hem mee en op het verkeerde moment heb je hem tegen. Maar als je die tegen hebt en een deel van de vloot eromheen, dan kunnen er hele grote gaten worden geslagen. Dus je moet zorgen dat je er goed van voren bij zit op die momenten. En als je pech hebt, dan heb jij de stroom tegen en kan de rest inhalen. En dat kan natuurlijk ook frustrerend zijn. Dus dat zijn, er worden grote verschillen gemaakt. Dus voor over de aankomsttijd is eigenlijk geen enkele prognose te maken? Ja, Bart, de navigator, dat is de laatste voorspelling. Dus gerekende tijd is 38 uur. En volgens mij heeft het comité een maximum van 44 uur gesteld. Dus dan houdt het na 44 uur op. Maar dan weet je nog niet waar je bent. Misschien moeten we dan wel een stuk naar de havenmotor. Maar het kan zomaar 2 dagen gaan duren, ja. Dus het zou zomaar weer een ontknoping kunnen worden als van de etappe van Calais hier naar Dieppe toe. Ja, behalve dat er nu veel meer wind is voorspeld. Dus dat de kans veel groter is dat we er gewoon zeilend heen komen. Je weet wanneer de wedstrijd begint dinsdagavond? Ja. Ja, dan zijn we binnen als het goed is. Ja, we hebben strakke deadline. Nacht, 12 uur. Dat was de laatste gok. Okay. Nou, dan zien we elkaar daar op de steiger, Mauk. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel.